Ja, er staan 13 tracks op. Ja. Laten we eens één track pakken, bijvoorbeeld When You Smile. Ja. Ja, daarin hoor ik een baby. Hoezo? Ja, dat zijn... het is een nummer van Eelco van Zanten zingt het. En ik heb het geproduceerd, geschreven. En in het intro hoor je zeg maar mijn dochter. En in het outro hoor je zijn zoon. En het is, het is een persoonlijke touch. Is het zeg maar voor jou... was het je eerste kind? Ja, het is mijn eerste... Het is een meisje, ze heet Fenna. Ja. Eerste kind. Ja. En heeft dat nou... bijvoorbeeld, je hebt deze plaat, heb je... Ja, die heet eigenlijk Silver Bits. Ja. Is het zeg maar nog een... is het album daar ook persoonlijker voor jou? Ben je vader geworden, je hebt je dochter te horen op de plaat? Nee, het is niet dat mijn muziek persoonlijker geworden is. Er is natuurlijk heel veel van mijn persoon gewoon in de muziek. Maar het is niet dat ik... dat ik een soort singer-songwriter ben die gewoon iedere dag met een notebook zeg maar, alle persoonlijke ervaringen opschrijft omdat ik niet per se in muziek moet uiten. Mijn muziek zijn dan meer zeg maar, samenvattingen van dingen die ik zelf meemaak of die ik zie dat anderen meemaken. Het is niet per se dat ik echt heel veel dat ik het nodig heb als persoonlijke uitlaatklep. Samenvattingen noem je het. Wat is dan echt de samenvatting van dat nummer? When You Smile? Nou, dat het heel aangenaam is om naar diegene te kijken als diegene lacht. En dat kan gewoon, je hint naar een baby door het intro, maar het hoeft niet eens zo te zijn. Het kan gewoon. Het is voor een ieder die geniet van de lach van een ander. Dat is mooi gezegd. Het vaderschap heeft nou praktisch gezien, heeft dat nog jouw muzikale bestaan veranderd? Ja, praktisch ben ik me er bek niet over. Dat is natuurlijk van letterlijk een heel jaar lang niet langer dan 3 uur in 1 gestalte slapen. Dat is natuurlijk best wel. Ik heb mijn studio verhuisd van mijn studio naar huis. Dat je echt ieder kwartiertje kan gebruiken om muziek te maken. Maar 2009 is dan gewoon, dan heb ik gewoon echt misschien wel 55 Jeugd van Tegenwoordig shows gedaan, 20 Simon Bits shows en dan nog een handjevol Comptron shows. Dus dan komt het gewoon regelmatig voor dat je gewoon binnen 1 week 3 keer om 6 uur 's ochtends naar bed gaat en ook 3 keer om 6 uur 's ochtends opstaat. Weet je, dus het is gewoon echt zwaar. Heeft dat nog zeg maar, heb je daar nog iets mee gedaan zeg maar? Dat ik zeg maar, ik moet mijn leven iets anders inrichten? Ja, je gaat gewoon beter organiseren, dat ga je zeker doen. Ja. Je moet iets langer, ik ben zelf, ik denk dat mijn persoonlijkheid toch wel is dat ik het gewoon liever gewoon op de dag of op het moment kijk van oké, wat gaan we vandaag doen, weet je. Maar je ontkomt er niet aan om toch iets langer vooruit dingen te plannen. Maakt dat nog uit? Je kan niet zeggen van, we gaan morgen op vakantie. Weet je, maakt het nog iets uit voor je creativiteit of helemaal niet? Nee. Mijn creativiteit loopt echt altijd achter bij mijn... achter. Het is altijd zo dat ik meer creativiteit heb, meer ideeën dan ik tijd heb om het uit te voeren. En dat is nog steeds zo. Het is, wat ik al zei, het is 4 jaar geleden sinds de vorige plaat. Heel kort, hoe kijk jij terug op die vorige plaat zelf? Ja, ik vind nog steeds echt een... ik kan natuurlijk echt niet zeggen over je eigen werk, maar dat zeg ik toch. Nou, 4 jaar nadat hij verschenen is, mag het wel. Dan heb je wel genoeg afstand, toch? Toch vind ik wel echt een ondergewaardeerde plaat. Ik vind hem zelf verschrikkelijk goed. En ik vond het echt moeilijk gewoon om een tweede plaat te maken, omdat ik gewoon de eerste zo goed vond. Ik dacht van, is het wel net zo goed? Wanneer zeg maar, ben je hiermee begonnen? Echt wel het werk met deze nieuwe? Volgens mij ben ik 2 jaar geleden al echt zeg maar, de afmaakfase ingegaan. Zo van, dus die tracks had je al liggen? Nee, dat denk je dan. Weet je, 2 jaar geleden had ik dan zoiets van 10 tracks en daar zijn er misschien nu nog 3 van over of zo, of 4. En dacht ik, ik kan nu de plaat ga ik dan afmaken. En toen heeft het nog verschrikkelijk lang geduurd. Echt door tijdgebrek en ook dat je nummers weer schrapt. En dat je dan denkt, moet weer opnieuw. En toch heel lang doorpielen op dingen. Nummers weer helemaal omgooien. Sommige tracks zijn gewoon echt... dan was het een nummer en heb ik daar weer een stukje uit geknipt. En dan is mezelf gesampled.
dat is dan weer een soort remix geworden. Dan heb ik weer mijn zang weggegooid en die andere zang, dan toch weer de oude zang terug. Weet je, nou, dat is echt, echt een heel proces geweest. Nou, 3 jaar geleden, maar kun je dan bijna wel in staat om zeg maar te zeggen, want dit is het nu, dit is het klaar? Ja, nou, op een gegeven moment zijn er gewoon deadlines en daar kan ik ook wel goed naartoe werken. Als de basis er ligt en het is alleen nog maar pielen, dan kan ik echt wel op een gegeven moment zeggen, oké, het is nu klaar. Het is duidelijk wat het idee is van het nummer en klaar nu.